Nou, we hebben er weer één gevonden hoor. Een product voor onze rubriek Home Shopping. De Window Wizard van Telcel. Nou, ik heb dat probleem thuis en jij misschien ook wel van die ramen waar je niet bij kan. Nou, dit zou daar de oplossing voor zijn. Eens kijken of dat werkt. De Window Wizard heeft twee krachtige magneten en wanneer die geplaatst worden aan de weerszijde van de ruit blijven ze plakken. En terwijl u de binnenkant reinigt, maakt de Wizard de buitenkant schoon. Lap uw ramen nu in de helft van de tijd. U hoeft niet meer moeilijk en gevaarlijk te doen met een ladder of te jongleren met doekjes en schoonmaakmiddelen. Bevestig het veiligheidskoord aan uw Wizard als u de bovenverdieping of zolderramen gaat schoonmaken. Nou, eens even kijken hoe dat allemaal werkt. Ja, maar ik heb hier dus wel een probleem, want dit raam gaat niet open. Maar ik heb wel een idee. Loop maar even mee. Goedemorgen. Goedemorgen. Kan je mij misschien helpen? Want ik moet deze aan de buitenkant bevestigen, maar ik kan er niet bij. Nou, dan ga ik je wel helpen. Ja? Nou, we zijn nu thuis, want niet iedereen heeft natuurlijk een glazenwasser aan zijn gevel hangen. Dus we gaan het even proberen in een omgeving die wat meer praktijkgericht is. Het is zo sterk, die magneet. Het is echt niet normaal. Even, dit moet je dus niet doen, hè. Maar soms gebeurt het dus toch. En dan krijg je ze dus echt heel moeilijk van elkaar, want die magneet die is heel sterk. Ook niet gebruiken op enkel glas dus, want dat zou er wel eens aan kunnen gaan. Nou, normaal gesproken doe ik dit raam zo. Eigenlijk best wel gevaarlijk en ik kan ook niet zo heel goed bij dat hoekje daar. Dus we gaan eens even kijken hoe dat met de Window Wizard gaat. Aan de buitenkant, die aan de binnenkant. Ik heb mijn touwtje vastgemaakt. Ja, die onderste hoekjes en die randjes, dat is dus wel lastig, want hij gaat niet altijd even goed mee. En dan kan die er dus inderdaad ook wel afvallen. Dus het is maar goed dat dat touwtje erbij zit, want anders had ik nu in de dakgoot gemoeten om hem op te vissen. Conclusie. Er zijn wat nadelen aan de Window Wizard. Die magneet die erin zit, die is echt heel sterk. Daar moet je echt mee oppassen. Want als je hand ertussen komt, nou ja, dat kan een ongelukje zijn. Maar ook op enkel glas kan ik me voorstellen dat het echt wel gevaarlijk is. Ten tweede wordt niet altijd alles helemaal schoon. Je kan niet zo goed in de hoekjes en bij alle randjes. Maar dat daar gelaten, zo half uit zijn dakkapel hangen, vind ik eigenlijk ook niks. Dan vind ik dit eigenlijk nog helemaal niet zo'n slecht idee.